De eerste televisiepresentator was in Paramaribo kort na de machtsovername in 1980. Kort na de ingreep werden arrestanten hier afgeranseld. Dat is via de televisie vertoond in Suriname en ook in Nederland. Gebeurt dat nog, nu een maand na de ingreep? Nee, kijkt u. Het is waarschijnlijk in minder goede aarde ontvangen in Nederland. Maar goed, jullie hebben daar een heel andere kijk op zaken. Bovendien leven jullie daar in een heel andere situatie. Wij zijn nog steeds de mening toegedaan dat die opkomende misdaad hier zo, wanneer die zomaar vrijgelaten wordt, dat dat natuurlijk niet te tolereren is. En wanneer de politie ontwapend is en wanneer de doden zijn gevallen en men probeert daar misbruik van te maken door ruiten in te gooien en maar te stelen en maar spullen weg te dragen, dan kunt u best begrijpen, of misschien niet, maar wij wel, dat daar echt hardhandig tegen moet worden opgetreden. Zat je alleen in de cel? Nee, er waren nog meerdere mensen bij. Ook geslagen? Ja, die waren nog erger dan mij zelfs. Hoeveel waren dat, hè? Hoeveel mensen? Er waren een stuk of 12 man. Maar 6 zeker die erger waren dan mij. En weet je waarvan die beschuldigd zijn? Nee, het zijn verschillende zaken. Ik weet niet. Je mag gewoon niet tot de mensen praten. Of mij snapte, kreeg je weer slagen bij. Er is toen gezegd dat gebeurde in de opwinding, de onrust van de eerste dagen. Mijn vraag is, gebeurt dat nu nog? Worden arrestanten, zelfs voordat ze veroordeeld zijn, afgeranseld? Nee, kijkt u, de politie die functioneert nu bijna helemaal. Wanneer we dergelijke gevallen krijgen, dan worden ze opgepakt en afgeleverd aan de politie. En die gaat de normale procedure afwikkelen. Daisy Boutersen, aan de tand gevoeld door Jaap van Meekeren. Gisteren overleed de Nestor van de Nederlandse nieuwspresentatoren, 73 jaar oud. Hij was befaamd om zijn scherpe, vasthoudende manier van interviewen en om zijn principiële onafhankelijkheid. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat de ene niet aan bod komt en de ander het gesprek monopoliseert. Ik denk ook niet dat de kerkers u dat in dank zouden afnemen. Dan zou ik moeten ingrijpen. Niemand van u, denk ik, zal zich de kaas van het brood laten eten. U kent alle vier de klappen van de zweep. Wilt u beginnen, meneer Van Acht? Ik zal geen overgroot deel van die 8 minuten nemen. Ja, je zou vandaag de dag zeggen een journalist van de oude stempel. Iemand die zich ongelooflijk goed voorbereidde op alles wat hij deed. Als hij bijvoorbeeld de minister-president moest interviewen, dat deed hij elke week. Dan werden wij jonge journalisten in een kamertje geroepen. Moesten wij de minister-president spelen en dat ging dan net zo lang tot hij precies alles zo had voorbereid dat er eigenlijk geen verrassing uit zou kunnen komen. Het was iemand die zeer let op taalgebruik. Was een man die wel lang bij de televisie heeft gewerkt, maar radio was zijn grote passie. En het was iemand die elke tekst onder ogen wilde zien. Hem altijd 80 keer veranderd, het groot chagrijn van zijn jonge collega's. Maar het wel altijd gelijk. Het aantal slachtoffers van de overstromingsramp is op het ogenblik gestegen tot 653. In dit aantal zijn alleen de mensen begrepen van wie met zekerheid kan worden gezegd dat zij zijn omgekomen. Vond u het moeilijk om uw emoties te onderdrukken? Nee, want we hebben bij die gelegenheid, en dat was natuurlijk een uitzondering, toch wel iets van emotie laten blijken. Dat mocht ook wel. Ja, dat moest ook. En dat was niet moeilijk, want dat kwam van binnenuit. Dergelijke berichten lees je op een andere toon dan wanneer je het hebt over de boterprijs. Iemand die ontzettend hing aan zijn objectieve instelling. Dat wil niet zeggen dat hij ver van bijvoorbeeld politici afstond, want Joop den Uyl kwam bij hem thuis en met Van Acht was hij redelijk bevriend. Maar daar was echt niks van te merken als hij ze eenmaal voor de camera had. Zijn objectiviteit was hem zo lief dat ik herinner mij dat hij was goed met Prins Bernhard. Dat toen hij een keer Prins Bernhard mocht interviewen, hij tegen de prins zei, ja, maar dan moet ik ook over de Lockheed-affaire praten. Nou, daar voelde de prins helemaal niks voor. Nou, zei hij, dan kan het interview niet doorgaan, want dan zou mijn integriteit op het spel staan. De waarheid gebiedt wel te zeggen dat hij met de prins had afgesproken, dat hij dus één vraag erover zou stellen. En dat de prins dan zou zeggen, over die stommiteit wens ik niet meer te praten. Maar goed, daarmee was toch de integriteit van Jaap verzekerd. En ze hebben uitgenodigd. Maar hoe lang hebt u gezeten, mevrouw? Althans, ik heb er gewoon een half jaar gezeten. Een half jaar? Anderhalf jaar. Ja, om en bij. Ik ben weggehaald, ik ben vrijgekomen. Ik krijg steeds andere lezingen, mevrouw. Ja, dat kan best zijn. U hebt ik jarenlang aan te denken, want ik vind verteld ik ben 72 jaar oud, ja? Meneer Van Meekeren.
En ik heb 3 verschillende fases in mijn leven meegemaakt. De voortijd, de oorlog en de natijd. En ik denk niet dat u zo ideaal te veel in mijn leven te hebben gehad. Ik heb voorachtig genoeg neigheid gehad en genoeg moeilijkheden gehad om nu voortdurend al geconfronteerd te worden van dit te doen. Ik wens niet in publiciteit, ik heb het zelf niet omgevraagd. Men brengt mij in deze moeilijke situatie. Het is heel jammer. Mevrouw, maar u doet zich veel zieliger voor dan u in werkelijkheid bent. U hebt jarenlang, hebt u de publieke opinie, voorgelogen. In 1967 vertelt u in de Haagse Post: in Nederland heb ik in haast alle kampen gezeten. Ik heb vrijwel dood in de gevangenis gelegen. Ja, klopt, ze hebben mij allemaal op mijn hoofd gezet, ze hebben mij urine klopt, ingegoten. Allemaal. In 1982 vertelt u in Opstoot de meest verschrikkelijke gruwelen die u in Nederlandse kampen zou hebben meegemaakt. Ja, klopt precies. Het klopt. In 1984 vertelt u weer in de Haagse Post: na de oorlog ben ik zonder een veroordeling opgepakt, achter de tralies gestopt en pas in 1949 weer vrijgelaten. Dat waren dus 4 jaar. U spreekt nu van 1,5 jaar. Ja, ik weet ook in werkelijkheid, mevrouw Ros van Tonningen, hebt u gezeten van juli 1948 tot augustus 1948. Een periode waarin er van wantoestanden in de kampen helemaal geen sprake meer was. U hebt 6 weken gezeten en niet langer. RTL 4 Avondnieuws met Vivian Boelen en Jan van Meekeren. Dames en heren, goedenavond. Goedenavond. Op een gegeven moment toen RTL, ja, dat gaat natuurlijk zo, dan komt er weer een verjongingskuur en dan zijn deze wat oudere mannen niet meer gewenst. Ja, dat deed hem toch wel wat. En hij heeft daarna toch nog wel een hele hoop dingen gedaan hoor. Hij heeft interviews nog gemaakt. Hij was overigens net een boekje aan het schrijven, hij was bij hoofdstuk 13. Toen ik hem nog verleden week sprak, toen had hij iets van, nou dat moet ik nog afmaken en dan heb ik het wel gehad. Nou, dat is hem niet gegund, maar hij was toch nog wel heel actief. Miste wel, dat staat vast, miste wel gewoon het dagelijkse journalistieke werk, dat is zeker. Wat gebeurt er? Ik had hem niet uitnodigd, er gebeurt niks. Nee, ik wil niet dat er wat gebeurt. Anders loop ik weg. Ja, echt waar. Absoluut niet, absoluut niet. Zeg maar aan de drie, ben je belazerd. Wat doe je nu? Je bent bezig zo goed mogelijk de tijd stuk te slaan. Als het die maand met vakantie zou zijn, dan zeg je nou, ik heb lekker veel te doen, dan gaat die maand vlug om. Maar nu leidt het verstrijken van de tijd tot niks anders dan toch tot de dood. Ik weet nog, toen hij er net niet meer was, heb ik een kleinkind rood kapje verteld. En toen zei ik tegen mijn dochter, nou, dan zijn er weer 3 minuten om. Dat is natuurlijk wat makkelijker gegaan na 2,5 jaar, maar het leidt tot niks. Ik vind dat het leven geen zin meer heeft. Ja, hij heeft er in zekere zin naar verlangd. Na de dood van zijn vrouw had hij het min of meer wel gezien. Ik mocht vanmiddag iets zeggen op zijn begrafenis. En een van de dingen die ik er heb gezegd is, ja, je wist nooit of hij het echt meende, hè, dat hij er ook uit wilde. Want hij had altijd nog wel iets af te maken, zoals het boek. Ja, ik moet dat nog even afmaken en dan heb ik het wel gehad. Dus ja, ik denk toch dat het nog wel enigszins verrassend is gebeurd. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd om te gaan. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Da bin ich nicht der alte Zirkus bei, dass die Uhren spitzen, dass die Musik hört. En vanmiddag is Jaap van Meekeren dus begraven in Muiderberg. We gaan naar het dierenrijk. Er is een uit.